begon natuurlijk allemaal met het heel simpelweg je naam op de muur kalken. Daarna hoe je die dingen ook wat mooier kon maken of meer kon ontwerpen. Ja, dat was echt tekenen, 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 eindeloos gummen en weer opnieuw die outline zetten. 2 jaar geleden of zo ben ik eigenlijk meer naar bomen en planten gaan kijken in plaats van dat ik vroeger alleen maar naar letters, uithangborden of logo's, dat soort dingen aan het kijken was. Ik zag daar wel een overeenkomst in. Calligrafie heeft altijd heel erg ook die krullen aan letters, die doen eigenlijk planten na. En dan nog wat splitters erop. Eigenlijk iedereen denkt dat het calligrafie dat het moeilijkste ding is. Maar wat eigenlijk veel moeilijker is, is die spetters onder de knie te krijgen. Wat grappig is, is dat op het Rijksmuseum, op het gebouw van de tekenschool, staat een tekst: tekenen is spreken en schrijven tegelijk. Toen heb ik die dingen een beetje omgedraaid, heb ik ook t-shirts en zo van gedrukt, waar staat schrijven is tekenen en spreken tegelijk. Dus dat is de manier waarop ik schilder, is door te schrijven. Op een gegeven moment moet je gewoon dat loslaten van die controle en maak je een foutje. En denk je, hey, dat foutje maakt het eigenlijk anders dan bij iemand anders. Want die kan precies hetzelfde wat ik kan, maar die heeft dat foutje niet gemaakt. En nu maak ik eigenlijk dus alleen maar foutjes. Hele mooie foutjes.